best nadien gegooid. Plopsaland, de ideale plek om een dagje te ontspannen. KVO Stende trok op de laatste dag van de vakantie naar het pretpark samen met partners en kinderen. De spelers en hun entourage hebben ons zo'n fantastische maand bezorgd. Dat mogen wij een keer proberen om een mooie dag te bezorgen. En ook, het is de laatste dag van de vakantie, dus morgen terug naar school. Dus ja, dat was ook nog de laatste dag dat ik bij mijn kindjes kon zijn. Dus alles paste perfect samen. En ik vind het heel leuk om de hele KVO-familie een keer echt te zien met hun kroosten. Echt tof. Welke attracties ga je nog doen? De watersplash. Ja, en de boomstammetjes. En ook de splashjes. Het is wel aan het regenen nu even en gaat nog nat worden dan ook op de splash. Ja, dat is echt niet erg. Dan gaan we de kantenpaal. En dan gaan we de kantenpaal. Ja, en voor de rest weet ik het nog niet. Het is duidelijk, de regen houdt de kinderen niet tegen. Al is de ene wel zwijgzamer dan de andere. C'est comme timide comme papa? Un peu quand même. Il aime pas trop parler en néerlandais. Mais faut l'habituer à parler en néerlandais. Et c'est bon pour papa aussi, Plopsaland? Oui, c'est très bon, surtout pour eux, mais c'est très bien de passer une journée en famille comme ça. Loin du foot, ça fait du bien. Ik dacht dat dat vandaag dan misschien de ideale gelegenheid was. Morgen is het terug school en dan de vrouwen en kinderen kunnen misschien voor de laatste keer een beetje uitblazen nog van de vakantie. En morgen is dat toch een heel ander gegeven. Kinderen naar de opvang, werk en dan is het toch weer een lange 10 maanden terug of wachten tot die vakantie er terug is. Maar voor ons ook in het opzicht dan van de spelersgroep, we werken elke dag samen. Dan is het toch ook wel een keer de uitgelegen moment om de vrouwen en kinderen te leren kennen. En daarom zijn we allemaal vandaag samen op stap. Het was de eerste keer dat ik zoiets meegemaakt heb en het was zeker de moeite waard. We kunnen op die manier ook een keer de andere kindjes en andere vrouwen beter leren kennen eigenlijk. Ja, super. Zie je elkaar op de voetbal zelf ook of is dat minder? Heb je dan minder contact? Het is wel ook een beetje zoeken voor mij. Ja. Wouter is ook nieuw en je ziet zoveel mensen in de tribune, maar je weet niet zo goed wie is. En nu kan ik daar al meer een gezicht op kleven eigenlijk. Ja. Heb je al een attractie uitgekozen voor jezelf? Ja, ik heb daar een restaurantje gezien dat mij perfect aanstond. Maar de dochters hebben niets anders gekozen, heb ik gezien. Oh, de dochters die zoeken allemaal van die rare dingen en hoe meer dat draait en over de kop gaat, hoe beter. Maar Joop Plankaert is mee, dus ik dacht ik ga hem meesturen. Maar ja, je weet, die coureurs, dat is vroeger, nu zijn het echt de coureurs, maar vroeger. Dus Joop durft ook niet. Ik heb daar geen probleem mee. Ik ben niet zo scheidluis, zoals ze zeggen, of ik heb schrik van hoogte. Nee, helemaal niet. Ik ga er gewoon op. Wat zie jij er mooi uit? Dank u wel. Was dat jouw bedoeling om mee te komen met de papa naar Plopsaland? Nee, het was gewoon ja, voor plezier te hebben, maar ik zag dat hier staan en ja, ik vond dat echt leuk en ja, ik wou dat graag hebben. Heeft jouw papa jou al zo al gezien nu? Ja. En wat vindt hij ervan? Ja, hij vond mij grappig. Hij zat een beetje te lachen met mij. Ja, we hebben ook een t-shirt voor hem gekocht. Ja, je ziet je papa als trainer. Nu zie je hem als hier tussenlopen tussen al zijn spelers, zeg maar. Ken jij die mensen ook? Ben je ook altijd mee? Meestal ben ik wel mee naar de training en zo. Maar ik vind nog altijd dat hij voor mij gewoon een papa is. Zoals alle anderen. Heel leuk. Hè? Het was een toffe sfeer ook. We hadden elkaar zo wat beter kunnen hè, leren kennen. Ja, een leuk initiatief. Het was tof. Veel samen op attracties gezeten of is dat ieder zijn weg zowat? Nee. We hebben het meeste samen gedaan en we hebben ons ook voornamelijk bezig gehouden met de kindjes van Eli Koulibaly. Die had zijn tweelingsje meegenomen en het was niet echt evident voor hem om ze alle twee altijd continu in toog te houden. Dus hebben wij ons er een klein beetje over ontfermd. We'll be right back.
S'avonds trok de spelersgroep nog naar de laatste Oostende-koersen van het jaar. Een combinatie van paardenrennen en optredens van Vlaamse artiesten. KV Oostende kon hier niet ontbreken. Mijn principe is dat KV Oostende van Oostende is. Dus of dat het nu Paulusfeesten zijn, of het filmfestival, of Oostende-koersen. Ik vind dat je daar moet zijn. Spelers moeten dit waarderen. En ik ben heel blij, ik heb een paar gesprekken gehad, dat ze dat doen. Vanavond mogen ze een keer stappen. Ik heb vandaag gelezen dat die van Beveren-Waas dat mogen doen. Ze mogen dat ook doen, verstandig uiteraard. Maar er is er niemand tegen zijn goesting. En ik heb in clubs geweest waar zulke zaken ervaren werden als van oké, dit is een verplicht nummertje en we gaan het een keer doen omdat de voorzitter of de manager het zegt. Maar dit voel ik niet zo aan en daar ben ik heel gelukkig mee. Die zoeken nog, Lukaku is hier niet geloven, die Koolse mens ook nog en nog een paar andere spelers. Hè. Je wilt echt iedereen? Ja, ik wil iedereen. Ja, ik weet niet, ik ben grote fan van Oostende. Iemand speciaal? Nee, niet echt. Het is gewoon heel de ploeg. Ils font juste signer. Il y a quelques connaisseurs qui nous demandent, qui nous disent félicitations pour le moment, mais voilà, c'est trop rien de plus. Dames en heren, laat u horen voor KV Oostende! Tussen de artiesten mochten ook de spelers het podium op, samen met de Oostendse basketballers en volleybalvrouwen. Je bent hier nu een dikke twee maand in Oostende. Hoe valt het mee tot nu toe? Ja, het is fantastisch. Hè. Als je ziet bovenaan de rangschikking, dan zijn er 15 ploegen die achter ons staan. En daar kunnen we alleen maar heel fier op zijn. En na twee maanden... is het een fantastisch resultaat, maar we willen er nog langer blijven staan natuurlijk. Dankjewel, BC Tireto Stende. Dan zullen we eens voor de baskets. Frederik Briand en nieuwkomer Yannick Louemba maakten ook nog tijd voor de jongens en meisjes van een voetbalkamp in Bredene. Bah, c'est un stage intéressant parce que c'est des jeunes et nous aussi on a été jeunes et c'est très important que bah, si on peut aider, venir voir des jeunes comme ça pour leur faire plaisir, c'est très important et ça c'est bien. Bah, c'est très intéressant, ça leur permet de bouger un peu, de s'amuser et on a vu qu'il y avait des très bons jeunes et qu'ils sont très bien entourés avec des belles installations donc c'est très bien. Het is eigenlijk zo gegroeid in ons jeugdsportkamp Brandon Mechelen, jeugdproduct van KSV Bredene, die was de eerste maal hier op bezoek. En we streefden ernaar om elk jaar toch een speler in eerste klasse te hebben. Wie kan er zeggen dat ze dit meegemaakt hebben op een sportkamp? Die jongens weten van maandag al dat er spelers van KV Oostende komen en die vroegen mij altijd, maar wie is het weer? Ik zeg, het is een verrassing. Zoals je ook ziet, die spelers zijn in de wolken, het is echt wel top. Ze zijn ook bezig met die jongens. Merci voor KV Oostende om dit te kunnen realiseren. Il y a aussi beaucoup de maillots de stand. Hein? Oui, il y a beaucoup de maillots de stand et c'est bien parce que une bonne ambiance autour du club et pour l'instant on fait bien les choses. Espérons que ça va durer comme ça. Il y a pas mal de maillots d'Oostende, il y a un petit peu de Bruges, mais il y a pas mal d'Oostende. Briand is onlangs voor de eerste keer vader geworden. Hij zou zijn dochtertje later graag zien voetballen. Bien sûr, quand je vois ça, ça me fait plaisir. Je me dis vivement que ma fille grandisse un peu et je vais essayer de la mettre au foot, mais ça faut pas le dire à madame. Veel jonge supporters dus van KV Oostende. Allemaal met hun eigen reden en eigen favoriet. Ik ben zelf bij KV Oostende en mijn opa had ook al 50 jaar. Dus het is een gewoonte geworden. En wie zijn er jouw favoriete spelers? Lukaku en Syriac. En waarom juist? Omdat Lukaku op dezelfde positie speelt zoals ik. En Syriac omdat hij een goede aanvaller is. Wie is jouw favoriete KVO-speler? Fernando Canizin. Canizin, en waarom juist?
Ik vind dat een goede speler. Ik zie dat je nu een shirtje van Lukaku aan hebt. Waarom is Lukaku jouw favoriet? Je hebt gescoord. Ja, gescoord. En nu een klak.